Ik ben met Kaylee. Zo lijkt of er nog wat zit. Ik probeer het elke keer te wrijven, maar het slaat gelijk weer helemaal. Nou, volgens mij nu eindelijk gaat hij komen. En we zitten al ruim 5 minuten in de auto. Ik krijg vrij verdroog en gelijk weer zit alles onder. Ik ben met Kaylee. Die komt even langs, die moet wat dingetjes passen. En ze gaat zo even gezellig mee Sarah op school ophalen. Dat is wel leuk, Sarah weet dat niet. Dat wist ik namelijk 3 minuten geleden ook nog niet. Dus dat is een hele leuke verrassing. En daar zijn wij nu helemaal niks aan doen. Gewoon aan het zitten. En hangen. En lekker niks. Ik moet heel veel. En jij moet eigenlijk ook heel veel. En ik heb gewoon geen zin. En we zijn allebei opgemaakt vandaag. Kaylee heeft zich opgemaakt. Even kijken. Ja, dat is wat gezelliger. Kijk, we hebben ons opgemaakt vandaag. We zijn niet halverwege gestopt. Nee, vandaag is het gewoon... Ja, dat is wel erg. Van de week. Allebei. Maar goed. Ik had gewoon echt geen zin meer. Nee, ik ook niet. Ik had precies hetzelfde. Ik had die eyeliner op en ik denk, laat maar. Ja, ik heb mijn crèmes gedaan. Een beetje foundation. En toen dacht ik, ja, ik heb gewoon geen zin meer. Nee? Klaar. Ja, ik snap je helemaal. Ik voel je. Oh, dit is zo leuk. Grote en kleine vriendin. En zo grappig. Zo liep ik dus vroeger met Kaylee. Want Kaylee en ik schelen evenveel als Sarah en Kaylee schelen. Dus alles wat ik nu, of wat ik vroeger met Kaylee doe, doet Kaylee nu met Sarah. Hallo Wiebeltand! Nou, hallo juffrouw Wiebeltand. Je bent weer mijn juffrouw Wiebeltand. Zo leuk, heel ouderwet. We hebben kerstkaartjes. Wacht even, voor je mij uit mijn hand trekt. Want deze is van jou. Alleen moet je hem even zo houden, dat je niet het adres in beeld doet. Dat wil ik liever niet. Ik vind het leuk. Het is steeds minder elk jaar kerstkaartjes. Maar ik vind het nog steeds leuk. Ik stuur ze ook. Ik zei net tegen Sarah, oh, we gaan schrijven. Toen dacht ik, oh, ik heb een buitenbriefbus. Ik denk, daar moeten ze ook even in. Leuk kerstkaartje. En die is helemaal speciaal voor jou, zag ik. Die is echt voor jou alleen. Want deze komt van dezelfde persoon. Dat heb ik al gezien. En deze is voor papa en mama. Je hebt denk ik een hele leuke kaart. Zie je, opa schrijft voor mij alleen. Opa. Dat vind ik wel heel leuk. Dat opa altijd nog zijn kerstkaartjes heel leuk doet. Kijk mama. Oh, die is leuk. Wat staat er? Lieve Sarah, ik wens je Merry Christmas and Happy New Year. En een fijne. Dit zijn ouderwets handschrift, hè? Kerst. Vakantie. Een dikke knuffel van opa Piet. Ah, dat is leuk. Nou, die gaan we zo in. Hey, en nog één voor jou. Wauw. Dus we krijgen 2 kaarten. Of 1 is voor papa en mama, 1 is voor ons alle 3. Dus die hoort ook bij jou. En jij hebt de 2. En dan gaan we zo zelf kerstkaartjes schrijven. Dat is hartstikke leuk. Merkel. Die is leuk. En ik denk, als je hem open doet... Liefs en kusjes. Oma, Heidi en oma en opa. Ja, leuk hè? Love and understanding. Merry Christmas. Kijk, hij is echt leuk. Met muziek. Nou, dan gaan we zelf kaarten schrijven, want ik doe het nog steeds elk jaar. En ik vind het gewoon leuk. Dit niet hoor. Ja. Kijk hoe leuk Sarah schrijft de kaartjes. Sarah is al die kaartjes aan het schrijven. Over onze naam in en ik heb alle enveloppen gedaan. Mama, deze is klaar. Wat goed. Die paar na die Sarah aan het doen is, is dit het eigenlijk. Het is niet zoveel meer. Vroeger had ik echt een 6 keer zo grote stapel. Lekker tegenlicht. Dus ik ben lekker donker. Maar ik heb ook cadeautjes onder de kerstboom liggen. Ik vind het zo leuk. Nou hoop ik dat je het in het donker een beetje ziet. Maar mijn papier matcht bij mijn boom. Dus dit is zwart met zilveren kerstbomen. En mijn boom is natuurlijk ook zwart met zilver.
En we hebben al de eerste 3 cadeautjes eronder liggen. Sarah is heel de avond onrustig geweest. Dus ik ben net de hele tijd boven bij haar geweest. Het is nu wel al laat. Dus een beetje een rare avond zo. Alles uit. Dan lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. Doei doei.